Nu, de vraag die we ons nu gaan stellen is, wanneer kunnen we eigenlijk spreken van toba? Wanneer kunnen we spreken van berouw? Wanneer is het correct en voldoet het aan de voorwaarden? De voorwaarden van toba zijn al-iqla' al-nadam al-azmu ala adam al-auda. Het stoppen met de zonde, het spijt hebben van de zonde en een sterke overtuiging hebben in je hart om niet meer terug te keren naar de zonde. Dus ten eerste, je moet stoppen met de zonde. Je kunt geen berouw tonen als je niet stopt met de zonde of de wegen ernaartoe niet afsnijdt. Oké, dus iemand wil berouw tonen voor het drinken van alcohol, maar heeft wel nog steeds een sixpack Heineken in zijn koelkast liggen. Dit is niet iemand die berouw toont. Je moet de weg naar de zonde afsnijden. Als de zonde iets is wat in jouw huis bevindt, dan moet je daarvan afzien te geraken. Dan ben je berouw aan het tonen. Oké, dus stoppen en de weg ernaartoe afsnijden. Ten tweede, je moet spijt hebben. En spijt, dat is de belangrijkste pilaar van berouw. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, en nadamu tauba. Spijt is berouw. Spijt is berouw. En spijt betekent dat het hart stuk gaat van verdriet. We hebben allemaal wel eens iets verloren of een kans aan ons voorbij laten gaan die wij gevoeld hebben in onze harten. Dat is wat Allah subhanahu wa ta'ala ook bedoelt met La yazalu bunyanuhum alladhi banaw ghibatan illa an taqatta'a qulubuhum. Als yani de toba van de munafiqin wordt geaccepteerd wanneer het hart aan stukken gesneden wordt. Wanneer daar pijn voelbaar is in het hart. Dat is spijt. Oké, en waar moet je dan spijt van hebben? Je moet spijt hebben van het feit dat je Allah ongehoorzaam bent geweest. Oké, dus, want het kan zijn dat je spijt hebt van de zonde, maar omwille van een andere reden. Bijvoorbeeld, iemand heeft gegokt, heeft zijn geld vergokt en heeft spijt. Waarvan? Niet van het feit dat hij met het gokken een regel van Allah heeft overtreden en ongehoorzaam is geweest aan de schepper, maar van het feit dat hij zijn geld kwijt is en dat hij nu niet meer zijn huur kan betalen. Dus dat is spijt moet wel gaan over het ongehoorzaam zijn ten opzichte van Allah. En de derde voorwaarde is dat je een rotsvaste overtuiging hebt om niet meer naar de zonde terug te keren. En die overtuiging die moet oprecht aanwezig zijn in het hart op het moment van berouw, zelfs al verval je daarna nog wel in diezelfde zonde. Oké? Dus als je op het moment van berouw overtuigd bent dat je er niet meer naar terug wilt keren en je hebt de wegen naar die zonde ook afgesneden en alles weggegooid met wat die zonde te maken heeft en met alles afstand genomen waar die zonde mee te maken heeft, maar vervolgens val je er alsnog in, dat maakt niet uit. Voor het berouw wat je op dat moment verricht, dat is een correct berouw. En als je later nogmaals in dezelfde zonde vervalt, doe je het gewoon nog een keer en toon je nog een keer berouw en neem je nog een keer die overtuiging in jouw hart. En wat ook belangrijk is in dit kader, een onderdeel is van toba, is dat je dan ook vervolgens het tegenovergestelde moet doen van de zonde. Oké? Dus niet alleen stoppen met de zonde, maar ook de daad die tegengesteld is aan de zonde, die moet je gaan verrichten. Bijvoorbeeld, Allah subhanahu wa ta'ala geeft ons voorbeelden in de Koran. De mensen die de waarheid achterhouden, de geleerden of de mensen die in positie zijn om de mensen te leiden en ze hebben de waarheid gekregen van Allah en ze houden die achter, om welke reden dan ook. Ze zijn bang om het te verkondigen, ze zijn bang voor de consequenties of wat dan ook. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: Innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Allah zegt over hen: waarlijk, degene die duidelijke bewijzen verhullen, yani ze houden die achter, en de aanwijzingen en de leiding die wij hebben neergezonden nadat wij het voor de mensen in de boek duidelijk hebben gemaakt, zij zijn degene die vervloekt zijn en vervloekt worden door de vervloekers. Dus dit is een grote zonde. Ze worden hier vervloekt door Allah. Wat moeten deze mensen doen om berouw te tonen? Illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alayhim wa ana at-tawwabu ar-rahim. Wat moeten zij doen? Allah zegt: behalve degene die berouw hebben en zich beteren en openlijk de waarheid verkondigen. Dus het tegengestelde doen
aan de zonde waar ze zich schuldig hebben gemaakt. Namelijk het achterhouden van de waarheid. Allah zegt als onderdeel van die berouw moet zijn dat je vervolgens die waarheid ook weer gaat verkondigen. En over de hypocrieten zegt Allah: Innal munafiqina fi ddarikil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Waarlijk, die hypocrieten zullen in de laagste diepte van het vuur zijn en jullie kunnen geen helper voor hen vinden. Maar wat kun je doen als munafiq als je berouw wilt tonen, of wat moet je doen als je berouw wilt tonen? Illa alladhina tabu wa aslahu wa'tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah. Behalve degene, zegt Allah, die berouw hebben, goede daden verrichten, zich aan Allah vasthouden en hun godsdienst voor Allah reinigen. Dus ikhlas hebben. Want wat is het probleem van een munafir? Zijn probleem is ria, of zijn zonde is ria. Hij doet zich voor als moslim, zodat de mensen hem zien als moslim, zodat hij op die manier vanuit de linies van de moslim kan penetreren en vanuit daar de moslims kapot kan maken. Dus als hij berouw wil tonen, moet hij het tegenovergestelde doen van een ria. En dat is al-ikhlas. En dat is wat Allah subhanahu wa ta'ala hier als voorwaarde stelt. Dus, je wil berouw tonen voor slecht gedrag tegen je ouders. Wat doe je dan? Je hebt spijt, je stopt met de zonde, je neemt een overtuiging dat je het niet meer gaat doen en je gaat vervolgens goed zijn voor je ouders. Je hebt spijt dat je geroddeld hebt. Dan stop je, je toont berouw, je hebt spijt en vervolgens ga je over diegene waar je over gesproken hebt. Ga je ofwel vergiffenis vragen, of als je denkt dat gaat me problemen opleveren, want dit is een heet hoofd, als ik zeg dat ik over je geroddeld heb, gaat hij ruzie met me maken. Dan ga je in een soortgelijke zitting, om de zonde recht te zetten, goed over hem praten. Net zoals dat jij slecht over hem hebt gesproken. Nou, en ten vierde, de vierde voorwaarde is dat als de zonde inbreuk heeft gemaakt op het recht van een persoon, dan moet dat recht ook worden hersteld. Dus je hebt iets gestolen van iemand, dan is jouw berouw pas correct als je vervolgens ook dat de eigendommen terug hebt gegeven. En als je niet meer weet wie de persoon is, of je kent hem niet meer, of het was ergens in een oud verleden, dan geef je dat geld uit als sadaqa in zijn naam. En op die manier heb je hem alsnog zijn recht teruggegeven.